Ik sta hier in het heilige Dion, een heilige plaats voor de Macedoniërs, aan de voet van de Mount Olympus. En ik sta hier bij het altaar van Zeus, of althans waar het gelegen zou moeten hebben. Daarachter vind je nog wat stenen ruïnes ervan. En hier was zeg maar de plek waar de mensen altijd bij elkaar kwamen, om onder andere de Zeus te eren. En het was ook een plek waar de Macedoniërs kwamen om te sporten, de Olympische Spelen. Ze hadden ook een eigen Olympische Spelen. Elke stadstaat had naast natuurlijk de Olympische Spelen in de stad Olympia ook hun eigen Olympische Spelen. Als een soort, ja, waarschijnlijk zullen dat een soort van voorronde geweest zijn. En dat zeg maar de beste sporters van die Olympische Spelen dan weer naar Olympia gingen om tegen de andere stadstaten te spelen, zeg maar. De competitie te voeren. En dit is een plek waar dit allemaal zich allemaal afgespeeld heeft. Nou, hier zie je de berg Olympus. Een groot deel van de berg is bedekt onder een laag wolken. Het is een berg van 3000 meter hoog. En alleen het onderste deel is zichtbaar. Dat is jammer, want we hadden graag de hele berg gezien. Maar het is al prachtig genoeg om de Olympus met eigen ogen te kunnen zien. Nou, en dat is de plek waar je dat goed kunt zien. En de plek ook waar de Macedoniërs kwamen om de goden te eren en offers te brengen aan de goden. Dat gebeurde hier. Het is best wel een grote plek. Waar veel opgravingen zijn gedaan. Veel van de beelden, munten en pottencollecties liggen in dat museum waar we waren. En die liggen daar tentoongesteld. En soms van nu en dan wordt er hier ook nog eens wat gevonden. Maar het meeste is volgens mij wel opgegraven. Nou, dit zijn de badhuizen waar gebad kon worden. Het heeft ook heel lang... Toen de Romeinen hier kwamen, hebben ze ook badhuizen gebouwd. En dus de Romeinen hebben hier ook nog uiteindelijk een invloed gehad. Maar was er al in de tijd van Alexander de Grote. Alexander de Grote is hier ook geweest. Heeft hier ook een offer gebracht. Voor zijn veldtocht richting het oosten. Ja, waar hij grote delen van Azië kon veroveren. En om de goden gunstig gezind te zijn, moest hij dan een offer brengen om de reis succesvol te laten verlopen. Maar dit is zeg maar de amfitheater. Ze hebben het wel een beetje opgeknapt, maar het was al een amfitheater in de tijd van de oude Grieken. Maar er worden als goed is nog steeds voorstellingen gehouden en... En dan hebben ze het een beetje moderner gemaakt. Het Hellenistische theater, zo noemen we dat. Met op de achtergrond de Olympus. Het is echt, echt schilderachtig als je hier naar kijkt. Als je hier zo staat. En je kijkt zo en dan zie je al die mensen zitten. En dan met de berg de Olympus. En dan van dat mooie Griekse muziek wat wordt gemaakt. En, nou, dan is dat dus echt een hele mooie ervaring. Nou, zoals je ziet, het is vrij rustig. Vrijwel geen toeristen. Het heeft vandaag ook geregend. Misschien scheelt dat, dat het vrij rustig is. Maar het is wel lekker, want je hebt het rijk alleen. Nou, hier loop ik bij de tempel van Demeter. Hier sta ik bij de tempel van Demeter. En hier vind je nog wat restanten van de tempel. Hey, hier werden dan zeg maar ook de offers gehouden. Nou, er is niet veel meer van over. Het is een ruïne. Er heeft hier ook ooit een flinke aardbeving plaatsgevonden. Waardoor veel is ingestort. En veranderd is in een ruïne. Ja, vind ik toch wel jammer hoor dat het allemaal zo eruit ziet. Dat er weinig meer van over is, want het is, lijkt me wel mooi om dat in originele staat te zien. Te weten hoe dat er dan uitgezien moet hebben. Maar goed, je kunt een indruk krijgen in ieder geval hoe groot het is en dat er veel kamers waren en dat het best wel een mooi gebouw geweest moet zijn. En zo moet je het maar zien. Nou, we gaan even naar de volgende plek.
Nou, hier zijn we op het volgende punt, de stad Dion. Dus als we een stukje lopen vanaf de tempel van Demeter, maar hier, hier wonen de mensen dan, of hier waren die verhuizen. En het was dan een complete straat met allemaal woningen. Dus er is ook eigenlijk niet zoveel meer van over. Het zijn allemaal ruïnes. Maar dit is dan zeg maar een plek waar je dus waar mensen dan woonden. Dus ja, dit was Dion. De heilige plaats Dion. Waar die heel belangrijk was in de tijd van de oude Macedoniërs. En ik zie jullie de volgende keer.